Versnellingsprogramma is een initiatief van de VVZB, de STOA en de Unie van Waterschappen om daadwerkelijk medicijnresten uit afvalwater te verwijderen. Ik denk dat het versnellingsprogramma een hele mooie relatie heeft met het innovatieprogramma, omdat we met het versnellingsprogramma werken met bestaande technieken die hun beperkingen hebben. Hè. Bijvoorbeeld een hoog energiegebruik of het verwijderingsrendement is net niet genoeg. Dus dat levert nieuwe vragen op die je in het innovatieprogramma mee kan nemen. Hè. Van waar moeten dan nieuwe technologieën aan voldoen? Aan de andere kant levert het innovatieprogramma natuurlijk ook weer kennis op die we in het versnellingsprogramma kunnen benutten. Het is een soort wisselwerking tussen verder onderzoek en toepassing in de praktijk. Nou ja, we staan hier bij de Grote Wetering in Noord-Brabant. Ja, en er worden gewoon medicijnresten in oppervlaktewater gemeten. Ja, die zijn dus gewoon meetbaar aanwezig in oppervlaktewater. Nou, en die hebben gevolgen voor de ecologie van het water. Hè, dus de vissen hebben daar last van. En die hebben gevolgen voor de drinkwatervoorziening. Hè, dus dit water komt uiteindelijk via de A in de Maas terecht. En aan het eind van de Maas wordt er drinkwater van gemaakt. En die drinkwaterbedrijven hebben die medicijnresten liever niet in het water. Het probleem van medicijnresten bestaat natuurlijk al langer. Alleen we hebben heel veel jaren besteed aan het verwijderen van nutriënten, stikstof en fosfor uit het water. Dat is eigenlijk nog belangrijker, omdat dat direct de waterkwaliteit beïnvloedt. En we krijgen nu steeds meer aandacht voor organische microverontreiniging. Dus een soort volgende stap in het verbeteren van de waterkwaliteit. Er zijn nu 11 waterschappen die op 15 locaties daadwerkelijk installaties gaan bouwen. En dat zijn dan installaties met ozon of met actieve kool. Nou, en dan worden dus daadwerkelijk stappen gezet om medicijnresten te verwijderen.